Ik hoop dat we over 5 jaar ons geen zorgen meer hoeven te maken over de vraag of we binnen een uur wel van deur tot deur komen. En of het dan van huis naar werk is, of van werk naar cultuur, of van cultuurvoorziening naar een hogeschool. Alles moet gewoon goed en snel bereikbaar zijn. En over 5 jaar moeten we de discussie voorbij zijn. Dan moet de schop in de grond zitten. En dan moeten we er naartoe werken dat het in Nederland ook gewoon gerealiseerd wordt. Ja, ik wil niet meer horen dat er geen geld is. Er is zat geld. En de ene keer is het geld voor bereikbaarheid, mobiliteit. De andere keer is het geld voor innovatie. Geld voor energiebesparing. Alles rondom het beter ontsluiten van de Randstad en de andere grote steden in Nederland. Groningen, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Maastricht. Alles kan betaald worden als we slimme innovaties, energiebesparing combineren met mobiliteit en bereikbaarheid. En daar ook alle middelen voor in willen zetten. Lopen, de fiets, kleine autootjes, duurzaam, light rail, treinen. En dat kan in Nederland allemaal, maar dan moeten we wel nu beginnen. Dat er een kabinet komt dat dat omarmt en zegt op ons kun je rekenen. En dat wij met elkaar de grote veranderingen in Nederland gaan vormgeven. Het best bereikbare stedelijke gebied van heel Europa. Beter dan Londen, beter dan Parijs, beter dan het Ruhrgebied. Als ik zo de boeken in zou kunnen, nou dan teken ik nu bij het kruisje.